Leerkrachten van basisscholen in Leeuwarden zijn aan het staken. Ze protesteren tegen de hoge werkdruk en lage salarissen dat ze in het onderwijs verdienen. Basisschoolleraren vinden het niet eerlijk dat leraren op middelbaar onderwijs meer verdienen. De staking leidde tot een lerarentekort waardoor veel kinderen niet naar school konden. De staking was de tweede staking in een paar maanden tijd. De eerste staking was in oktober 2017. De staking werd geleid door de actiegroep PO in actie. De actiegroep wil 1,4 miljard extra om de werkdruk aan te pakken en de salarissen te verhogen. 900 miljoen euro is bedoeld om de salarissen recht te trekken en 500 miljoen euro om de werkdruk te verminderen. Volgens de Telegraaf is er in oktober een bedrag van 700 miljoen euro toegezegd aan de leraren om de werkdruk aan te pakken. Dit bedrag bedroeg 430 miljoen euro, met daarbovenop een bedrag van 270 miljoen euro dat in termijnen zou moeten worden uitbetaald. Het is 14 februari 2018. Het is een koude maar mooie dag, maar vooral het is Valentijnsdag. En op deze dag is voor de bewoners hier van Zwetterhiem eh, niemand anders dan Willeke Alberti komen opdagen om hier een heel mooi, spetterend optreden te verzorgen. En de mensen een hele leuke middag te brengen. We gaan naar binnen. We zijn 10 minuten voor het optreden van Willeke Alberti hier in Zwetterhiem. Eh, heel bijzonder op Valentijnsdag. Eh, vind je dat zelf ook bijzonder? Ik vind het een leuke dag. Ze wordt altijd wel blij van het is ooit een dag geweest dat ik getrouwd ben. Je komt hier zingen, je komt hier optreden, de mensen een leuke middag bezorgen, maar ook vanuit de Foundation. Uh, wat is de Willeke Alberti Foundation? De Willeke Alberti Foundation is uh, een jaar of 16-17 opgericht. En ja, dat was eigenlijk een soort hobby, maar de hobby is een beetje uit de hand gelopen. Want we hebben zoveel aanvragen. En iedereen die doet een beetje, iedereen doet zijn best om deze middagen, ja, dat, dat deze middagen kunnen gebeuren. Het wordt heel bijzonder? Is het misschien het hobby geboren? Maar toen wij belden met de Willeke Hood Bitty Foundation, kregen wij zelf aan de telefoon. Ik neem zelf de telefoon op, ja. ja voor de, er, zeker voor de stichting en mensen die bellen voor optredens in de zorg. Uh, ik, uh, ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk, nog steeds gelukkig. Maar deze optredens vind ik het allermooiste. Aller, aller omdat je samen herinneringen ophaalt. Hè? Want ja, ik heb natuurlijk uh, alles meegemaakt. Ik ben nu 73, dus een behoorlijke senior al. Uh. En uh, wanneer is de middag voor jou geslaagd? De middag is voor mij geslaagd als ik uh, die blije koppies zie, die mooie, mooie koppies uh, zonder botox. En, uh, en de glimlach, uh, zing ik van een kind, maar de glimlach van een ja, senior. Die, uh, die ontroert me. Ja, het is, en ze zingen het allemaal mee. En ik, uh, ja, ik vind het heerlijk om te doen. En ik ga, uh, ja, ik, ik ga me nu nog een beetje voorbereiden. Want ik, ik doe eigenlijk nooit interviews voor die tijd. Want ik wil helemaal... Uh, Dat was in ieder geval heel bijzonder <laughs> en heel veel succes. <laughs> ik heb het graag gedaan. Okay. Dankjewel. Rond kwart over twaalf afgelopen nacht heeft er een incident plaatsgevonden in Hardgeriep. Een autobestuurder reed in een verdacht voertuig, reden genoeg voor de politie om dat te onderzoeken. Nadat een agent een stopteken aangaf en de bestuurder deze negeerde, was de politie genoodzaakt om een achtervolging in te zetten. De twee inzittenden gingen er verder op de voet vandoor. Met behulp van een politiehond werd de speurtucht voortgezet. De verdachten werden gelokaliseerd waarbij een van de twee lichtgewond is geraakt door de diensthond. Naar aanleiding van de aangespannen rechtszaak tegen de staat van Clean Air Nederland heeft het gerechtshof in Den Haag een uitspraak gedaan over rookruimtes in cafés. Niet-rokers zouden sociale druk kunnen voelen om met mensen naar een rookruimte toe te gaan. Daarnaast worden ook horecamedewerkers aan rook blootgesteld als ze een rookruimte schoonmaken. Om deze redenen wil het gerechtshof een verbod op rookruimtes. De omroep heeft Corné van Erven benaderd voor een interview. Uh, ik ben Corné van der Erve en ik ben regiovoorzitter van de branchevereniging Koninklijk Horeca Nederland en dat voor Friesland. Ja, rookruimtes mogen niet meer gebruikt worden. Wat, wat vindt u daar zelf nou van? Nou, het is een dramatische dag natuurlijk. Dat was gisteren een hele zwarte dag voor de horeca in uh, Nederland. Uh, want wij willen iedere gast eigenlijk graag uh, Ontvangen. En als je ziet dat 25% van de gasten gewoon uh, rookt. of af en toe een sigaretje oprookt. ja, die vallen allemaal weg. Dus het is echt dramatisch uh, voor de horeca. Ja, want waar zouden die nu moeten roken dan? Nou ja, die kunnen buiten en dan krijg je een hoop uh, overlast natuurlijk. Uh, dat is ook niet wat we willen. Maar ze kunnen eigenlijk nergens meer roken. Nou weet je, de horeca die krijgt dan uh, klap op klap, en ik denk uh, dat met name de discotheken en de cafés die hebben het de afgelopen tijd uh, of afgelopen jaren al erg zwaar gehad. Die hebben echt tienduizenden euro's geïnvesteerd om gasten gastvrij te ontvangen en op de manier waarop het ook kan uh, met het uh, faciliteren van een, een rookruimte. Dus ja, dat is nu kapitaalvernietiging en ik verwacht echt dat er harde klappen gaan vallen en uh, minder gasten komen in de horeca. Nou, we gaan er zo en zo uit, uh, uit dat de staat de Nederlander cassatie uh, aantekent uh, bij het gerechtshof. Dat is het minste wat ze kunnen doen, want ze moeten echt voor de Nederlandse horeca nu opstaan en daar een vuist gaan maken van, joh, we gaan dat doen. En voor de rest uh, hopen we, en dat verwachten we eigenlijk ook wel een beetje, van de NVWA uh, die uh, controleert of de rookruimtes wel of niet gebruikt worden, uh, dat die uh, in de tussentijd niet handhaven. Ziet u ook nog een toekomstperspectief voor mensen die een onderneming hebben in de horeca? Dat heeft de horeca natuurlijk wel bewezen. We zijn een hele veerkrachtige uh, branche en we vinden overal wel een oplossing voor. Alleen we krijgen klap op klap op klap. En het ging nu net een beetje beter met die cafés en die discotheken. En die krijgen nu weer een klap. Dus ja, ik weet niet. Conclusie, veel horecaondernemers gaan last ondervinden van het rookverbod in de rookruimtes. De kans is groot dat ze hierdoor minder opbrengst binnenhalen, waardoor het uitgaansleven wellicht een stuk minder wordt.